Goedendag, mijn naam is Mindel van Gijzel van het Microcentrum Hightech Platform. Vandaag zijn we in Bergen op Zoom op bezoek bij Hightech Platformlid Plastica en het hippe zusje van Plastica, ProtoPro. Timo Ossen kan ons hier alles over vertellen. Komen jullie mee naar binnen? Wij zijn als ProtoPro zijn wij een bedrijf dat ons concentreren op het maken van 3D vormdelen uit kunststof. Wat ons uniek maakt is de combinatie met Plastica, waarbij we de series die daarop kunnen volgen voor ons rekening kunnen nemen. Dus die combinatie, prototypes en serie uit kunststof vormdelen, dat maakt het uniek. Wat onderscheidt ons op technisch gebied, dat is dat we onze jarenlang opgebouwde kennis op kunststofproductie zeg maar, hebben toegepast op een 3D-printer die we hebben gecreëerd door een extrudor aan een robotarm te bouwen en daarmee compleet computergestuurd producten kunnen creëren die vergelijkbaar zijn of misschien zelfs wel beter dan de producten geproduceerd op de klassieke methode. Maar beide hebben we in huis. Waarom zijn we lid van het Microcentrum Hightech Platform? Dat is met name vanwege de netwerkfunctie. Naast beurzen, we nemen deel als ProtoPro aan de RapidPro in het voorjaar en als Plastica aan de kunststoffenbeurs in september. Dat doen we een aantal jaren. Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheid van de opleidingen die geboden worden door het Microcentrum, zoals vacuümvormen en lijmcursussen. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. En voor prototypes ga naar protopro.eu en voor series naar plasticathermoforming.eu. En wil je nou meer weten over het Microcentrum Hightech Platform? Kijk dan even op onze website. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!